Partij El Oer heeft als vorm van protest besloten om alle geplande activiteiten in verband met de herdenking van 128 jaar Javaanse immigratie en de Bigisma Day in het stadsdorp de Mariënburg zouden plaatsvinden te verplaatsen naar het Openluchtmuseum te Nieuw-Amsterdam. De partij kreeg van de DC van Kommerwijnen namelijk geen vergunning voor haar activiteiten in haar eigen locatie in het stadsdorp. Zo schrijft de partij in een vandaag uitgegeven persbericht. De DC van Kommerwijnen heeft volgens Partij El Oer wel toestemming verleend voor een kranslegging om 3 uur 's middags. Toen Partij El Oer jaren geleden het monument te Mariënburg had bekostigd, was het de bedoeling van de partij dat het monument voor elke Surinamer en op elk moment toegankelijk zou zijn. Zo staat in het bericht. Omdat aan de partij beperkingen worden opgelegd voor haar jaarlijkse kranslegging, heeft zij daarom besloten om dit jaar voor het eerst in de geschiedenis van de partij geen kranslegging te doen te Mariënburg. Zij is er echter van overtuigd dat het monument van Mariënburg indachtig, de doelstelling bij de plaatsing ervan, weer snel ter beschikking zal komen van het gehele volk. Ondertussen roept Partij El Oer op tot kalmte.